What's up, everybody, and welcome to this channel that's all about exploring the music from Bach to Beethoven and beyond and sharing that with your performances and research with you, hopefully to inspire you on your journey as a musician or as a listener. And today, this is a video I've been waiting for ages to launch and to upload and to give it to you because it's a very exciting subject. I and I went to Record Industries where they make vinyl records for a very long time, since maybe 1950, but way back. They are probably the biggest pressing plant in the world, producing over 50,000 vinyl discs a day, and the production is increasing. So why did we go there? You might remember that I've recorded all the Bach partitas here on my live record for YouTube, but I re-recorded them on analog tape recorder, I should say, on our big studio tape recorder, to launch them as a vinyl box, something perhaps like this. So we're working on that, and of course one of the things that needs to be done is to visit the pressing plant where the vinyl discs are being produced, and for of that visit we made a compilation. So in two words, why producing in this digital age on analog? Why recording on tape? Why recording it on vinyl? Well, there is a sound quality aspect to that. Not going into this deep now, I will cover that in future videos because I think it's important what this studio tape recorder does with the sound. You cannot imagine. It's going back to a world full of very relaxed, blending together sound with an open stereo image that even the high quality digital products that we have here are not capable of giving, just not. And then the vinyl discs, that's of course coming very close to that analog sound feel, but more than that, I love the slowing down feature of it. You put a disc on a turntable, you sit down, you light a candle, you drink a glass of wine or beer or whatever you like, and you are captured, you are the prisoner of that recording. It just runs, and it's very nice, not only to listen to, but to look at, because it's turning. And in one way or another, I believe in this slowing down feature, combined with the quality aspect, because I can guarantee you, once you returned or once you discover, depending on your age, the vinyl disc, the analog recording, it will be hard to return to the digital. I'm 100% pro digital. But there are moments in life where you just need something else. And that's the analog recording, that's the vinyl production that will be coming with a very beautiful box, with a book, with four discs and everything, also the CDs, of course. That's for the coming months to be launched, but now I'm giving you that compilation of the visit that we made, that we paid to Record Industries in Haarlem, in the Netherlands. I will be talking in Dutch with the person who is leading us, the sound engineer, that's the master engineer also from Record Industries. We'll subtitle it from time to time when I think it's important or might be interesting for you to understand. So click on the closed captions on your desktop or in the corner right on your mobile app, on your smartphone or your tablet, just to enable closed captions. And you see from time to time some translations. Hope you enjoy. Leave me in the comment boxes what you think about this project, what you would suggest, and what your actually experiences with analog recordings, with vinyl recordings, and how you see the future of that. Would be great to read that. If this is your first time, and then I'll leave you with the people in Haarlem and with myself on the video, obviously. Would love to have you subscribed and join the Authentic Sound community, because also sound is something, recorded sound is something we can explore, and it's so mind-blowing to explore that world of recorded sound as well. So, great to have you here, and now up to Haarlem and see you later again. Bye. Dan gaan we naar de snijkamers. Ik heb twee snijkamers. Patrick, kom je even storen? Hallo. Patrick, een van mijn collega's. Hallo, nou, als we dus iets. Ik doe er ook voorbereiding. Ja, pre-mastering voor klanten, masters in de studio waar we net zaten. Ja. Als ik dat dan gepremasterd heb, het is klaar. Dan krijg Patrick een nette order van ons kantoor. En dan weet hij wat hij moet snijden. Hij opent het sampler, doet weer en hij
kijk nog even naar wat levels. Hij zet hem wat puntjes op die. En dan gaat hij via de versterkers aan de snijtafel. En hier gaan we wel gezien, een keer de snijden. Ja. Ja. Maar goed, dan weet je een beetje hoe het werkt. Een beetje wel, ja. Ja. Twee signalen gaan in de snijtafel. Eén direct en een modulatiesignaal wordt vertraagd. En die vertraging is één omwenteling. Als je namelijk met pop zit en deze bassdrum. Als je even geen bassdrum hebt, dan hoeft hij niet veel, dan beweegt hij ook niet veel. Maar als op een gegeven moment een harde klap komt of een harde bassdrum, dan gaat hij een hoge amplitude maken. Ja. Dus dan moet hij één omwenteling van tevoren weten, joh. Zometeen. Wordt voorgeprogrammeerd. Er komt een klap, maak ruimte. Dus hij maakt wel ruimte voor de klap die komt. Ja, ja, dat doet ja, hij ja. van begin tot eind. Dus daarom is het ook een 1-op-1 registratie. Omdat hij het hele. Ja, ja. En vandaar dat je dus als je een dynamisch programma hebt, dan kan je dus 32 minuten klassiek, dat is wel lang. Maar op de hele zachte stukjes, ja, als een violist op een snaar zit te spelen, dan kan je het heel dicht bij elkaar leggen. En die expansies, ja, dat geeft je ruimte. Heb je slechts wat real-time eigenlijk of ja, 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 geef aan. En dat is ook de dynamiek die je dus op een plaat ziet. Groot, klein, groot, klein. Zit daar een processor in dan nog? Er zit een computer in. Die dat ja, gaat, ja, in de preview. Ja. In de preview signaal wat je niet hoort en de modulatie, dat gaat via de versterkers net. Het zijn dus twee kamers die wij in house hebben, waar we dus lakken snijden. En we snijden ook de koper. Dat is de tafel aan de overkant. De bovenste is. En dit is bijvoorbeeld de kopersnijding. Ja. Toen in 81 de CD kwam, toen dacht men die Neumann. Ja, ik moet toch kijken of ik een beetje mee kan met het digitale geweld. Het hoog wat allemaal kan op CD's. Ja. En toen heeft hij een lakken tafel omgebouwd naar een DMM tafel. Dat is dus andere versterkers en een snijkop is anders. En dan heet het direct metal mastering. Ja. Dat betekent inkoper snijden. Het is een RVS plaatje. Er zit een laagje koper op. En zoals je in een lak snijdt, kan je ook inkoper snijden met een diamant. Het voordeel is dat je minder inner groove distortion hebt. Want je hebt natuurlijk inner groove distortion. Want hier heb je een grotere spiraal dan aan de binnenkant. Ja. Als je hier een touwtje legt, nou hou je een stuk over. Ja. Dat betekent dus dat hij naarmate hij naar binnen gaat, op de hoekjes gaat comprimeren. Je krijgt een soort natuurkundige compressie. Ja. Je krijgt ook verlies van hoge toontjes op de lakken. Een lakker is natuurlijk een zacht materiaal. Het is een soort plastic. Dus als je daar iets in snijdt, dan veert het een beetje terug. Buckfeder effect, zeg maar. Ja. En net de hele fijne hoekje, de tophoog, die gaan een beetje verliezen. Nou, als je hier met de diamantjes in snijdt, dit veert niet terug koper. Dus je hoge frequentie respons is beter, ook om te kopen. Daarom wordt het wel interessant om daar een test mee te doen. Kijken wat wij gaan, wat de wens is, wat de beste past bij de opnames die we maken. Ja. Nou, er wordt ook een nummer ingezet, want je kan wel zien dat het 6 tracks zijn in een klein trackje. Er zit wat vervorming, hier zit veel laag. Maar of het Michael Jackson is, weet ik niet. Dat kan ik niet zien. Ja, ja, nee. Dus er gaat een nummer in en het nummer wordt later op die stans wordt het erin gestanst. En dan gaat hij in productie. Dus dit is ook de plaat die zo waar blijft? Ja. Ja, die kopers. Het voordeel van die koper kan je direct een matrijs maken, dus je maakt een negatief en de groeven maken een negatief. Ja. Dan kan je het persen, dat is dus een kwaliteitswinst. Een lakker moet in een galvanisch bad, wat met stroom werkt, moet stroom gaan geleiden. Nou, plastic geleidt geen stroom, dus we gaan hem verzilveren en dan gaan we in het bad hangen en dan laten we niet opgroeien. Maar die eerste kan je niet gebruiken, dus je moet 3 stappen doen. Dat is toch 3 stappen, marginaal, maar een beetje verlies. Ja, dat kan. Dus dat is ook het voordeel van DMM. Ja. Dat gaan we allemaal proberen. Spannend. Ja. Dit is een zilverapparaat. Dit is dan zo'n wakker. Ja. Die gaat in een zilverapparaat en dan komt er een smeren. Maar er komt dus een heel, kijk maar, het is niks. Heel flinterdun laagje zilver op. Nou, zilver geleidt stroom. Ja. Dus dan kan hij in een bad, waardoor hij dus op een elektrische manier te werk gaat, dat er een laagje nikkel op komt. Die gaan we dan scheiden en dan heb je weer een positief en een negatief. Ja. En met die negatief zou je kunnen gaan persen, maar dit kan je maar één keer doen. Van de koper kan je het meer afhalen, dat is metaal. Hier kan je één keer een negatief intrekken en dan is het. Ja, dan moet je een nieuwe snijden eigenlijk. Dan zou je een nieuwe snijden moeten maken. Daarom gaan we van die eerste kopie gaan we een tweede kopie maken. Ja. Die gaat in het archief. En daar gaan we persbedrijven maken. Dan kan je wel van metaal kan je 20 keer nippels maken. Als je dan versleutelt, kun je hem weer terug. En dan kan je op die manier weer 20 keer 20 keer 20 keer wat plaatsen. Ja. Bedrijven maken normaal 5 minuten. De eerste baden.
waar de lakker in gaat met het zilverlaagje en waar dan, en ik ga hem even open doen. Zie je hem draaien, dat is de lakker met het zilverlaag. Hier zitten nikkelbolletjes in. Nee, zit ze net niet. Oh ja, hè? Nikkelbolletjes. En dat nikkel, dat gaat oplossen met de moleculaire deeltjes. Ja. En doordat er een stroompje erin gaat, slaan die moleculaire deeltjes slaan op de zilverlaag. En na 40 minuten, ja, we hebben 180 gram nikkel erop zitten, dat is genoeg. We zetten hem uit, dat gaat heel langzaam goed, toch? We zetten hem uit en dan gaan we dus die delen van de graf halen. Dat is die lakken met zilverlaag, de basis wel. En dan eerst de moeder doen. Ja, ja. Nee, fout, vader. We hebben dan de vader. En die vader gaan we later weer naar de moeder en de matrijs doen. Ja, oké. Okay. Dat zijn de stappen. Dan is die openprocedure dat er enorm is. Voor een fabriek wel, maar het moet wel weer beter zijn. Voor een pop is het wel goed, maar niet iedereen vindt, houdt van WMM. Dat hebben we totaal, we noemen dat een metallic vorm. Ja, ja. Dus je moet het echt proberen. Ja. Vaderbaden, moederbaden, wijzebaden. Leuk is om te zien dat we heel veel innovatie doen. Dit is de laatste oude, wat we hebben staan, de oude transmotoren. Dat was van metaal vroeger, ja, die rubbers. Die zijn allemaal vervangen door polyprop. Hier staat de laatste nieuwe weer. We krijgen maar meer en meer werk. Ja, ik hoor het, ja. Ja, dus we bouwen ook alles. Ja, we hebben de mensen in huis van vroeger Sony, CBS, van de mensen die werken in de vroeger. Die heel veel werk deden, dus ja, die zijn zo in thuis. We bouwen het allemaal zelf. En dit is materiaal, polyprop, dat is lifetime voor ons. Dus rotten doet het niet meer. Ja, oké, okay, ja. Ja. Ja, dit is een natte gemaakt, waar allemaal baden. Er is heel veel orders per dag, dus heel veel baden. Maar dat heeft zijn tijd nodig, hè? Het creëren van een plaat is heel belangrijk, want het gat in het midden zit. Zeker met een klein koord, als je een lange toon hebt en hij gaat zo, dan... Ja, nee, dat moet ik niet hebben. Nee, dus centreren is heel belangrijk. Dus, nou, dit zijn de centreerapparaten. Die zijn er al doorheen. Wat hier gebeurd is, als ik op de snijtafel een uitloop maak, dan maak je ook één ronde. En die cirkel die zoeken wij hierop met een lampje. En als je die met een... Je kan deze tafel heen en weer bewegen. Als je hem dan zo stil hebt staan, dat hij hier dus echt stil staat, dan weet je dat de audio met het gat in het midden zit. Dan wordt hij vastgezogen, gaan we drukken, dus het is jammer dat je het niet kan zien. Heb jij een centreer? Ja, dat heb ik wel. Ik ben heel blij met mijn postbode. Kijk, dit is een dekzendingapparaat. Wordt met vier soorten zuurbier. Net zo'n schuur. Dus bijna hol is het. Waardoor het graag en vlak is, maar dat moet echt vlak staan. Voor elke 100 euro die je besteedt, krijg je een actiepas van 10 euro voor je volgende bezoek. Dus kom nu die nieuwe bank, kast of thuiszet en het voordeel stapelt zich op. De actie duurt nog tot en met dit weekend. Kijk voor meer informatie op ikea.nl. En dan gaat hij dus de uitloopgroep die zei de laatste ronde. Dat is de kopie van de kopie van de lakker. Is een snel en geen gedoe. Zakelijk internet van Ziggo is met snelheden tot wel 500 mbit per seconde supersnel. Ziggo biedt bovendien een uitermate betrouwbaar netwerk en uitstekende service. Neem het beste zakelijke internet nu 3 maanden op proef. Het kan gewoon naast je huidige provider. Dat is het plezier van Ziggo. Bel 0800 0640 of ga naar ziggo.nl/zakelijk. Wie als ondernemer wil uitbreiden, wil dat niet uitstellen. Daarom zorgt ING dat je direct vooruit kunt. Zo heb je binnen 24 uur duidelijkheid over je financieringsaanvraag en in 48 uur het geld op je rekening. Voor wie vooruit wil, ING. Zakelijk internet van Ziggo, 3 maanden gratis op proef. Kan naast je huidige verbinding. Je beslist later of je overstapt. Bel 0800 0640 of ga naar ziggo.nl/zakelijk. Kijk, dit is een gat. Nou weten wij dat het exact in midden zit. De plaat op 2-0. Aan de pers moet je ook nog gecentreerd worden, maar dat is wel belangrijk. En dan gaat hij in de stand. De paal leggen. Wordt hij gevormd? Ja. Ja,
En waarom kan je zien dat het een matrijs is? Het nummer staat 19. Ja. Als je dan weet dat het 19 is. En hier persen we dus weer die groef in een blokje. Dankjewel, man. Jo. Dat dan bak lekker afmatig. Ja, is het. Ja. Heel aantrekkelijk eraan. Ja. Eerst al met bewerking geluid. Dan moet het erop. Dan moet het hier met handwerk allemaal netjes naar de pers. En dan hebben we de plaat. En dat kost maar 70. Dat is heel mooi, dat is technisch gewoon. Maar ik wil niet voor genoeg. Ah, ja? Ja, ik wil niet voor genoeg. Daar zijn wij niet boven. Ik zal het zo aan. Ik zal het Labels. Erg leuk, heel erg. Ja. De oude Columbia, Oranje, Alice in Chains. De labels worden hier in drukker die we in huis hebben. Dat is een collega bedrijf eigenlijk. Oh, ja. Die drukken alle labels voor ons. Een label is een moeilijk geval. Aan de pers is 150 graden, dus het papier heeft niet verbrand. Speciaal papier. De inkt moet ook niet gaan verlopen, want het is heet. Dus je moet het met speciaal papier, speciaal inkt drukken. Maar dan heb je nog de kans dat het wel eens door de hitte wat kan gaan doen. Daarom zeggen wij van, we pakken zo'n stapeltje labels. Dat doen we op een gewoon. Er zijn andere gebruikers, een label pen ook. Nu gaat het deze band. De band gaat draaien en dit is een hete lucht over. En die zit op 150 graden hete lucht. Die gaat dus die labels bewerken. Je moet het zien als een soort emailleren. Ja, ja. Het voordeel daarvan is, als het dan in de pers gaat, kan het niet meer verlopen in de verbranding. Dit is een procedure die moet gebeuren. En dan worden ze opgeslagen in de bakjes voor de volgende en Persbrand eraf gehaald, die gaat hij terug in cycling. Dan hebben we duur fusiemateriaal. En dan gaat hij automatisch in de hoesje. Dit scheelt de kracht van Turkse dames die hier terug gaat. Nou, als je de pijp hebt, gaat er een space erop. Nou, hij is natuurlijk toch wel warm. Ja. En dan kan hij weer wat trekken. Dan gaan we een cooling down in. Ja, dit is een slaap. Een krasje deukjes, pukjes, pieten. Maak alleen doe je hard. Dat wil ik zo doen. Een krasje gaat zo. Ja, ja. Hij is best wel een beetje warm ook. Hij is helemaal warm. Hij heeft een plano afgedrukt. Die wordt eerst bij de fusie met een paar zelfcontrole. Wordt die getest, de kleur erin zijn.
verzamelaar. Want de platen zijn vers, maar het moet nog ingepakt worden in de buitenhoes. Ja, je kan niet alles tegelijk doen, dus, maar ze moeten wel goed geconditioneerd staan. Dus. We hebben daar nog een checkpoint. Je kijkt ook nog even de plaat voor. Je doet nog een extra check voor als er wat gebeurt tussendoor. En als je het hebt nodig, gaat het door de muur. Dan wordt het opgepikt met een robot. Haal hem eruit hoor, kunnen we het wel zien. Dat zijn orders die blijven jaarlijks mooi, hè? Ja. Dat zijn evergreens, dat blijft elk 5, 6 keer per jaar orders. Dat blijft maar gaan wereldwijd. Als die collega's, dat ik die. Dit is clean air, 18 graden. In de spaces zitten er dus. Dus hij kan hier gewoon. Net kijken ze helemaal vol, dat weet ik wel. Ja. Hij staat net zo lang, kunnen ze hier kun je zo lang bewaren. Omdat de temperatuur is goed, de vochtigheid. En het is clean air. En die gaan we automatisch kunnen hier doen. Heerlijk, noem maar op. Allemaal. Straks lig ik hier hè, met 25.000 plaat. Die hoes gaat met de bovenkant hier in het systeem. Hij komt op een band. Hij gaat open en daar is de plaat die gaat in de binnen. Nu wordt hij een beetje eruit. Doe er heel handig in. Hé? Zo'n slag. Beetje eruit, ben klaar. Aan het station. We vallen in de hoes. Gaat het. Grote. Niet te glorieus, ik vind dat echt een hele dikke bak Bokmar. En dit is het in de Rioorde, hè? Hier hebben we nog wat van gemaakt, oké, ja. Dat is ook zo'n doorloop. Dat is een doorloop. Dan ben ik een wakker van 500 platen. Ja, dat is een hoortje van 40, 50.000 denk ik. De beste van. Ja, de wil je. Ja. Het product dat die maken wordt een white label geperst. Die gaat naar deze ruimte of die ruimte naar. En dan wordt die 100% gedraaid. Ja. Op de mooie nieuwe technics die we hebben aangeschaft, die nieuwe jongens. En er wordt ook, hier worden ook gelijk de labels gecontroleerd, de planen van de hoeves komt erbij. En als, dit is eigenlijk nieuw release vrijgave, als hij zegt de plaats is goed, de audio klopt, hij klopt, de labelkopie zit erbij, hij klopt ook op de titels allemaal goed in de volgorde zitten. Artwork is goed, dan zegt hij go en dan gaan we de pers op. Dan wordt alles gecontroleerd. Als we aan het persen zijn, hebben we nog twee straten, straat 1, straat 2. Waar iemand zit, die loopt de hele dag van de pers 1 tot 16. En dit is van pers 17 tot 21. Ja. De hele dag worden 17 gedaan. In plaats van zit de label nog goed. Is niet onderweg maar tussendoor gekomen dat er een pitter zit. Dus we proberen continu het proces op hoge kwaliteit te hebben. Vinden we iets, dan stoppen we. Dan gaat er een nieuwe tijd zien. Dan wordt schoongemaakt of wat ook. En dan gaan we weer verder. Ja, dus. Om maar zo, als je uitval zat persen, het moet weer over.